Nou. Marijke Meijer, u heeft ook een probleem dat u lang verzwegen heeft. U werkte in de horeca jarenlang. Waar kreeg u last van? Van mijn handen. Ik ontdekte het eigenlijk doordat ik borden ging dragen. En, waarom verzweeg u dat? Nou, ik had zoiets van, nou, dat heeft mee te leven. Hoort erbij bij het leven. Dat hoort erbij. Het is artrose, dus het hoort erbij. We komen er alles over te weten van dokter Thibaut Mooijen van de Expert Kliniek. Marijke zei zelf al, het is artrose. Ja. Dus daar moet ik het maar mee doen. Ja, nee, dat wordt heel vaak gezegd. Hè. Ik heb slijtage en daar is eigenlijk weinig aan te doen. Dat is in dit geval, waar Marijke last van heeft, is duimbasisslijtage. En duimbasisslijtage is iets wat heel erg veel voorkomt. En bijna iedereen krijgt er wel meer of mindere mate last van. En het is een van de gewrichten die eigenlijk het meest slijt. Je gebruikt je duim met alles. Nee, dan begrijp ik dat het meer bij vrouwen is dan bij mannen. Waarom is dat? Ja, dat klopt. Op de eerste plaats zijn vrouwen qua aanleg vaak wat soepeler in de gewrichten. En een gewricht wat meer beweging heeft, slijt eerder. Mensen hebben er vaak heel erg last van. Dichtmaken van knoopjes, het optrekken van je sokken, het omdraaien van de sleutel in je huis en in je auto. Dat zijn allemaal dingen die op een gegeven moment zoveel pijn gaan doen dat je, er echt heel fors door beperkt wordt. Ja. En natuurlijk met je werk. Mensen krijgen krachtsverlies. Dus je krijgt een heel scala aan klachten. Hoe stel je de diagnose? Ja, weet je, eigenlijk als mensen... Puur op het verhaal, of kan je het ook nog zien? Als mensen mijn poli binnenkomen, zie je het eigenlijk al. Als je het hand geeft, zie je het eigenlijk al. Bij Marijke is het ook duidelijk te zien. En wat je ziet, is dat die duim eigenlijk wat naast de pols gaat staan. Ik heb een röntgenfoto ook meegenomen. Dit is de duimbasis. En als je naar een röntgenfoto kijkt, dan zie je bij een gewricht een wit lijntje. En dat is kraakbeen. En bij deze duim zie je dat hij er wel een beetje al naast staat. Maar als je naar de andere duim kijkt, zie je dat het kraakbeen eigenlijk helemaal verdwenen is. Ja. En als er geen kraakbeen meer zit in een gewricht, dan heb je bot op bot en dat doet pijn. Ja. Wat je kan doen, waar we eigenlijk altijd mee beginnen, is met uitleg wat het is. Met name dat je je duim op de goede manier gebruikt. We hebben spalkjes. Dat wil zeggen, we kunnen maatspalkjes maken. Die kan je per persoon precies op maat maken. Kun je het ook echt voor helpen? Ja, wat je kan doen is dat versleten bordje kan je verwijderen. Zoals jullie hier heel schematisch zien. En wat je dan kan doen is dat je een deel van een pees dan weer gebruikt om de duim weer stevigheid te geven. Dus die pees blijft gewoon zijn werk doen voor de rest. En je leent eigenlijk een strip waarmee je dan een vlechtconstructie maakt waarmee die duim weer stevigheid krijgt. En overweegt u zo'n operatie? Als het mooi wordt. Ik wens u veel succes als u het toch gaat doen. Dank je wel. Ik wacht af. Dank je wel, Thibaut. Dank je. Straks wanneer...